Deze nieuwsuitzending die gaat over sodomie. Ik moet nog een leuke titel verzinnen die pakkend is en een hoop kijkeraars gaat aantrekken. Misschien iets dat ik er van seks, seks, seks in moet zetten. Want seks, dat verkoopt. Zeggen ze. Dat zal wel. Nee, het is ook zo. Seks verkoopt. Dat zie je bij reclames voor auto's. En, dan moet er altijd zo'n pitpoes. Heet dat dan? Dat is een dame in weinig kledij. Die gaat dan uitdagend liggen op de motorkap van een Porsche 925. Zo. Dat zal wel. Ja. Ik rijd tegenwoordig in een Renault Clio. Dus in die zin. Ja, doe ik niet aan seks. Ik doe trouwens helemaal niet meer aan seks. De laatste keer dat ik seks heb gehad. Even kijken hoor. Ja, toen. Je had Immanuel Kant en toen kwam Napoleon. We kijken al weer een tijdje terug, dacht ik. Was de Berlijnse muur toen al gevallen? Ik ben daar niet ontevreden over, moet ik zeggen. We zeggen, ja, maar Perry, het hebben van seks is toch heel erg leuk? Ja. Als het leuk is. Als ik nou eventjes wat ga biechten dan. Hè? Dat wordt echt superleuk dit. Hè? Maar, hoe vaak heb ik nou in mijn leven seks gehad? Nou, ik heb seks gehad. Ja, zeg maar vanaf mijn 20ste, zeg maar. Tot aan mijn. Oh, dat is een jaartje of. Ik ben dan 59. Laten we zeggen tot aan mijn 50ste. Niet helemaal waar, want. Toen ik 50 was, toen heb ik nog. Maar helemaal afgerond. Hè. Echt al jaren niet meer hoor. Dus, misschien dat ik 54 was, 53. Dat ik nog een keer seks heb gehad met een vrouw. Dat was met Lonneke, by the way. En heel gezellig, by the way. Dat stelde in die zin niks dramatisch en toestanden. Dat was geen fornication. Dat was meer een soort van. Ja, we zijn allebei op leeftijd. En, ja. En had zij toen allemaal kunstgebit? Dat weet ik niet. Maar de omstandigheid was er ook naar. En, ja, en voor de rest, ja, de laatste keer dat Lonneke bij mij in mijn bed heeft gelegen, heeft ze bij mij in mijn bed gelegen. De laatste keren, moet ik zeggen. De laatste keren dat ze bij mij in mijn bed heeft gelegen, heeft ze bij mij in bed gelegen. That's it. Dat ik zei van, nou, je mag op de bank slapen, je mag in het bed van mijn dochter. Ja, dit heeft ze hier achtergelaten. Best een mooi bed. Ze zei, nee, ik wil bij jou in bed. Ik zei, nou, is goed. Lekker gezellig. Ja, 30 jaar, zullen we maar zeggen, voor het gemak. Nou, keer 50 qua weken. Dus 30 keer 50, dat is dan 1500, zo. Hè? Kijk hoor, 50 weken in een jaar, 30 jaar. 5 keer 3 is 15, 0 keer 0 is 1500. Dus, en dan zullen dus we 1500 keer seks gehad, maximaal. Want ik had niet altijd een vriendin. Dus maakte maar het voor het gemak 1200 keer van. 1200 keer seks gehad. En de keren dat dat nou bijgebleven is. Ik denk, ja, dat was echt, echt heel erg leuke, lekkere seksig. Een keertje of 20, zoiets. En de rest was, ja, er waren beurten bij, hè? Dat ik haar een beurt gaf. Nou, dat is echt helemaal niks. Ja, er was wel iets van een soort van orgasme, maar om nou te zeggen dat het lekker was, nee, je had meer zo'n verkrampt gevoel tussen je twee
grote tenen in, na afloop. Gewoon leeggelopen op een nare manier. Nee, dat is eigenlijk alles. En niet dat ik er spijt van heb. Nee, helemaal niet. Kom je erbij. En ik heb een keer seks gehad met een vrouw en daar kwam een kind uit voort. En dat kind komt komende zaterdag bij mij eten. Kijk, dat is dan wel weer heel erg leuk. Ik kan zeggen, ja, dan neem je toch een hond in plaats van een kind. Ja, maar een hond moet je iedere dag te eten geven en een hond die stuurt geen sms'jes dat hij komt. Nee, dat hoeft een hond ook niet, want die is de hele tijd bij jou in huis. Ja, dat bedoel ik, precies, ja. Maar mijn dochter is dan 19 en die woont in Nijmegen op kamers. En dan komt ze langs, dat vind ik leuk. Ja. Dan gaan we lekker kletsen, dan gaan we een potje schaak spelen. Ik zal tegen haar zeggen dat ze warme kleren mee moet nemen, want de kachel doet dat nog steeds niet. Niet dat het erg is, want ja, ik heb er verder geen last van. Maar ik ben eraan gewend. Ja, voor mij hoeft het niet hoor, al dat gas verbruiken. Maar als je een gast hebt met een thee, dan. Ja. Goed, terug naar mijn dochter. Terug naar die sodomie. En al die seksgebeurers. Kijk, seks, dat je daar een kind van krijgt, dat is zonder meer oké. Hartstikke leuk. Kinderen zijn zo geweldig. Ja, het maakt je punt 1 hartstikke jong. Ik kreeg mijn dochter in mijn armen van de, noem eens iemand, ja, de verpleger. Dat was een gedoe, man, die baring. Oh, en dan moest ik nog helpen ook. Die moeder, die werd helemaal crazy. Dus die verpleger, die zei tegen mij van, nou, ik pak deze kant. En jij pakt die andere kant, de schouders moesten beter gepakt worden en de armen. En zij deed me zo voor, van kijk, zo pak ik het beter, moet jij ook doen. Yeah, man. Alsof die vrouw gewaterborderd werd. Zij protesteren, man. Wauw, het ging niet uit het dak. Ja, er was gelukkig zo'n, zo'n vent erbij, zo'n baringsarts. Dat heeft toch een naam? Gynaecoloog, ja. En die gaf een knipje. Niet in zijn vingers, maar met zo'n heel eng dokter Mengele apparaat. En toen kwam het kind eruit. En die verpleger die ging dat eerst even schoonmaken. En toen duwde zij mij dat hummeltje in mijn armen. Oh, wat leuk. Ah, dat was nog maar het begin. Daarna werd het alleen maar leuker. Met dingen als zwemles en leren fietsen en leren lezen, leren rekenen, leren koken. Ik weet net dat ik op een avond, het einde van de middag, kwam zij bij mij. Ze zou bij me eten. Dat was zij, 13 of zo. 12, 13. En ik had een hele zware aanval van RSI. Programmeurs hebben daar regelmatig last van. En ik had veel te veel geprogrammeerd onder veel te veel stressomstandigheden. En was er helemaal ingeschoten. Ik was verlamd, letterlijk verlamd aan mijn rechterarm. Tot aan mijn pinken aan toe. Afrekenen in de supermarkt, dat moest met één hand. Dat is niet makkelijk te doen hoor. Dat is een hoop gefriemel met één hand in je portemonnee. Nou, een koken met één hand kan ook niet. Dus ik zei tegen mijn dochter van, nou, het is leuk dat je komt eten, maar je moet zelf koken. Want ik kan het niet. Kijk, boodschappen doen met één hand, dat gaat nog. Maar koken kan niet met één hand. Dat kan je lekker vergeten. Oeh, ze is dus helemaal niet erg. Nee, want ik had al leren koken al van tevoren. Hebben wij Ayam Pedis gegeten. Daar heb ik zin in. Dat is kip, die hete kip. Met witte rijst en een komkommersalade erbij. Dat kan zij maken. Kijk, dat is seks op de positieve manier. Het kan echt daadwerkelijk lekker zijn. En ja, de grote beloning
heb je als je een kind krijgt, waar je voor mag zorgen. Al die ouders die zo, de zorg voor een kind, dat kost me, Nee, als ik denk aan de zorg voor mijn kind, dan denk ik alleen maar, dat heeft me opgeleverd, dat heeft me opgeleverd en dat heeft me iets opgeleverd. Het heeft mij, hoe moet ik zeggen, mijn, niet mijn zelfvertrouwen, nee, je zelfbeeld is daardoor opgekrikt. Plotseling stelde ik iets voor. Meer dan mensen tegen me zeiden van ja, je bent zo slim en je weet zoveel en je hebt altijd alles in één keer in de gaten als het gaat om wiskunde, logica en dat soort dingen. En dat is allemaal leuk. En ik kan wel aardig zingen en ik kan wel leuk gitaar spelen en lekker veel alcohol zuipen. Zo, dat kan ik allemaal wel. Maar als je dan op een dag kan zeggen van ja, ik heb een kind waar ik voor zorg. En dat zeg je dan ook tegen jezelf op dat moment. Ja, dan was ik helemaal groot. Hè. Ik weet niet wat dat ik in de kroeg zat om een uurtje 5 's middags voor de Vreemibo. En allemaal van die gezellige kroegtijgers. En die zeiden tegen mij van, hey, nou, alles is op. Wil jij nog een biertje? En ik zei van, nee, ik lust er nog wel een hoor. Maar ik moet naar huis. Ik moet koken voor mijn kind. Oeh. En dan voelde ik me helemaal de bink. En dan, ja, jullie sukkels. Jullie hebben niet een kind, hé? Waar je voor moet koken. Dan ga je hier zitten tanken. En ik weet precies hoe dat afloopt. Want dat heb ik zelf ook wel eens gedaan als ik mijn kind niet had. En ik had ook wel eens geen kind tot onder mijn vleugels. Zodat ze bij de moeder zat of zo. Hè. Ja, dan zit ik er ook tot 11 uur 's avonds. €20 armer. En, en die laatste 2 Jägermeisters, daar heb je dan spijt van. Nee, ik heb het nooit een kater gehad. Wel dat ik moe was morgens, maar nooit een kater. En sodomie, ja. Dat is dan, ik noem het maar seksverheerlijking. Seks bepalen tot alles wat er is. En het is helemaal niks. Bottom line. Voor mij dan, hè? En neem iemand als Lonneke, die heeft ongelooflijk veel seks gehad. Die is ermee begonnen op haar 13e, 12e. Zo. Er zijn vervelende dingen gebeurd toen ze klein was en daar kon ze niks aan doen. Die had ook te maken met seks. Maar daar kon ze niks aan doen. Het is overkomen. Maar toen ze in de puberteit kwam, ja, toen is ze het gaan doen. Een wildman. Die heeft ook gewerkt in die business. En heel veel mannen versleten. Beide vleet, man. En dan nu. Ja. Ik haalde haar op uit Jeleen. Hartstikke leuke dag was dat overigens. Het sneeuwde toen ontzettend. We zijn teruggereden van Geleen naar Arnhem met een gemiddelde snelheid van 50, 40 kilometer per uur. Spiegelglad. Iedereen reed als een bejaarde met Korsakov. Een enkele vrachtauto die reed nog 80. Maar ja, daar wil je ook niet betrokken bij raken in een ongeluk. Zelfs in de Clio. Dus. Ja, die vrachtwagens die scheuren maar lekker door. Ja. Ja, dat was leuk. Veilig thuisgekomen. We hadden allemaal bier gehaald. Toen dronk ik nog. We hadden nog wiet en tabak. Lekker paffen, man. En zapen.
een slappe ouwe hoeren. En dan vroeg ik aan Lonneke, van, hoe zit dat nou met de seks? Nou, zei Lonneke, is helemaal opgedroogd. Het is helemaal niet meer. Ja. Ja, zo gaat dat. Ik ken ook het verhaal van een oudere man, en die had zijn leven gewerkt voor de gemeente. Die had zo'n pasje van de gemeente. En met dat pasje, hij kon zo een taxi bellen. En hoefde hij alleen maar dat pasje te laten zien. En dan werd hij teruggereden naar het bejaardentehuis. Ja, zei hij, dit pasje heb ik verdiend. Na jarenlange inspanning voor de gemeente. Ze had helemaal gratis vervoer. Het taxibedrijf kan dan, die, weet ik veel, die declareert dat of zo. Vervoer van oud gemeenteraadsleden. Ze hebben weer een gelukkige man te zijn. En hij zat zwaar aan de jenever. Nou, ik zat toen ook aan de jenever. Met aas. En lekker kletsen. En die man zei tegen mij van, ja, pijpen in het bejaardenhuis. Dat is een tientje. Ik zei, oh, dat is niet duur. Hij zei, nou, niet duur. Het is toch een tientje, hè, die je krijgt. Ik zei, wat? Ja, zei hij. Als ik me laat pijpen door een van die grijze mussen, muizen. Hè, zo'n bejaarde vrouw, hè. Als ik me laat pijpen, dan krijg ik een tientje. Ik zeg, oh, dat is een goede business. Ja, zei hij, proost. Ja, dat is toch, ja. Ja, dat zijn vier jenever in een café. Dat was een café de wacht, aan die grote ronde tafel. Dat is toch vier jenever. Die je even krijgt door, ja, het enige wat je hoeft te doen is dat je je niet beweegt. Dat is alles. Ja, je moet natuurlijk stijven krijgen, maar. En een beetje doen alsof je het leuk vindt. Dat is ook een beetje acteren, denk ik dan. Ja, mooie business. Ik wil maar zeggen, de hele sodomie gebeuren, dat is typisch iets voor, ja, de jeugd, de adolescentie. En ja, op je 40ste kan je ook nog wel leuk meedoen, maar dan stopt het. Als man kan je misschien nog even doorgaan. Maar al snel beland je dan in een relatie waarbij je de maîtresse of een prostituee of whatever. In ieder geval, je moet betalen. Want anders gaan ze het liever doen met een bink van 18. Met zijn gouden ketting en van die mooie witte tanden. Dus je seksleven, ja, ik vertel het maar even. Dus dat seksgeoriënteerde leven, ja, dat stopt op een dag. Op een dag word je wakker en dan is het niet meer. En dan zal dat mensen die jong zijn, denk ik, maar weinig zeggen. Die denken misschien wel, ja, tegen die tijd ben ik toch al lang dood. En ja, ik ben toch al lang dood. En of ik ben dood en ik heb helemaal nooit wat gedaan op dat gebied. Of ik ben dood en ik heb lekker veel in de ronde gewipperd. Nou, dan kies ik voor dat laatste. Ja, dat is een leuke gedachte. Tenzij je, net als ik, tegen die tijd nog in leven bent. En ik ben me nooit te buiten gegaan aan. Ik heb nooit een seksgeoriënteerd leven gehad. Ik heb seks gehad met een vaste vriendin. Maar one night stands en zo heb ik nooit aan gedaan. Niet eens, nou, ik denk wel uit principe. Ja, uit principe niet. Ja, ja toch wel. Ja. Ik wou zeggen niet eens uit principe, maar omdat ik het niet wilde. Maar ik wilde het denk ik niet. Uit principe. Ik kan dat niet. Ik snap dat ook niet. Ik bedoel, seks, dat is leuk met je vaste partner. Hij heeft mij gehad. En een seksgeoriënteerde leven. Ik weet van mensen die dan heel erg bezig zijn met seks, dat ze mij helemaal ongevraagd gingen vertellen dat ze het alleen maar deden met mensen van het eigen geslacht. Dan denk ik, ja, wat interesseert mij dat nou? Dat hoef ik toch niet te weten? Dat maakt mij geen biet uit. Er was een keer, was in een streetcafé, zo'n dame. En, nou, vond het wel een pittig ding. En nou, ze rookte dan een blootje. En,
En ze kon een potje schaak spelen. Nou, dat vond ik allemaal leuk. Nou, met haar een keer zitten kletsen. En toen kregen we het over schaken. En toen een andere keer hadden we weer zitten kletsen. Daar hadden we weer over schaken. Toen zei ze, nou, zullen we dan allemaal een keer gaan schaken? Nou, zei ze, is goed. Dat heb ik van haar gewonnen. Toen kwam ik er weer een keer tegen. Nou, weer een beetje kletsen. En toen ging ze tegen mij vertellen, ja, het is wel zo. Ik doe het alleen met vrouwen, hoor. In de zin van, je hoeft niks met mij proberen aan te vangen. Want ja, je hebt een penis en met jou doe ik het toch niet. Dan denk ik, ja, wat denkt zo iemand wel niet? Dat ik daarom... We zitten in een streetcafé en we hebben een praatje. We hebben een gesprekkertje. Dat is alles. En dan gelijk denken we, ja, maar ik zeg het maar even van tevoren, want... En een andere keer, dat was ook in de street, zat ik gewoon aan een tafeltje, minding my own business. Als je binnenkomt, dan gelijk dat tafeltje links. Waar vroeger de vrouwen op stonden te dansen van die hardrockmuziek. Zo'n tafel die kan tegen een stootje. Ja. Ik zit er lekker mijn rode wijn te drinken, te wachten tot er iemand aankomt met wie ik een potje kan schaken. En er strijken allerlei vrouwspersonen eromheen. Zo. En dan gaan er een paar tegenover me zitten. En eentje komt erbij staan. Van 5 vrouwen in totaal. En dan kletsen. En die begon ook tegen mij te praten. Dat is nou wel best. Ik heb nog gevraagd of er iemand kon schaken. Dat was dus niet zo. Er werd mij geheel ongevraagd verteld dat het 4 van die 5, dat waren lesbiennes. Dat waren 2 vrouwtjes stellen. En er werd ook tegen mij gezegd, ja, dus als je wat wil, dan moet je bij haar zijn. En toen wezen ze naar, ja, die vrouw die heet dan, een hele lieve vrouw trouwens, die kende ik al. Aatje, zo. Dan moet je bij Aatje zijn. En wat is dit dan weer? Ik kom toch niet naar de street om vrouwen op te pikken? Dat doe ik met dat seksbeluste leven. Dat je denkt, die oude man, die mag best wel aan het kunstgebied eigenlijk. En volgens mij drinkt hij best wel te veel. Hij zal binnenkort een keer moeten stoppen. En die heeft ook zijn hele dikke bril. En ik denk dat hij daar zit om vrouwen op te pikken. Ja, dat heb je wel vaker met die oude mannen, met van die tanden. En dan zit ik, nou, wanneer ga jij naar kunstgebied? En dat ze zo'n dikke bril hebben. Ja, dat is altijd vrouwen op pik, hoor. Ja. En natuurlijk niet. Ik kon even mijn glas wijn heen of van een stom gesprek. En ik hoop, een potje schaak. Dat is er alles. Ik kom er niet voor de seks daar. Geloof ik, weg. Nee, ik hou niet van die sodomieten. Ik vind ze dom, ik zou maar zeggen. Ik ben echt dom. Domme lu. En het is nog gevaarlijk ook. In de zin van schimmels. Schimmels, dat zijn je vriendjes niet, hè? En de excrementen van schimmels, wat wij de poep en de pies hebben, dat hebben schimmels ook. Een heel mooi woord heet het excrement. De uitscheiding van een schimmel, want een schimmel eet namelijk. En die scheidt dingen uit en daarin zitten toxines, giften, toxines, hè, giften. En die groep van schimmel excrementen, uitscheidingstoestanden... Die heette de aflatoxine. En de aflatoxine, daaronder valt penicilline. En penicilline is uitermate toxisch. Giftig dus. Daarom helpt het, tussen aanhalingstekens, ook zo goed bij een ontsteking. Want zo'n beetje al het levende spul, dat gaat eraan kapot. Waaronder dus de boosdoener, die bacterie. Maar je lichaam heeft er ook zware last van.
Ik heb een boek gelezen van Lynn McTaggart. Ik dacht dat zij dat was, ja. Anyway, de these was dat het verband wat er gevonden was tussen mensen met die AIDS-toestand, Acquired Immune Deficiency Syndrome, wat zoveel betekent als het opgelopen immuunsysteemdeficiëntie. Opgelopen immuunsysteemdeficiëntie syndroom. Dus je immuunsysteem doet het niet goed meer en dat is niet genetisch bij geboorte of zo. Nee, dat is ergens halverwege je leven heb je dat opgelopen. Acquired. En dat zou dan komen van HIV. Want dat virus wat Paul Gallo op de kaart heeft gezet. En de auteur van het boek die beweerde van nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat, want AIDS kwam met name voor bij homoseksuele mannen in Noord-Amerika. Ging het erom dat die mannen, die liepen regelmatig zaken op als een druiper en al die andere dingen. En dan gingen ze heel vrolijk even naar meneer de dokter en dan kregen ze antibiotica en dan slik. En dan een jaar later waren ze weer het haasje en dan gingen ze weer vrolijk naar de dokter. En dan zei de dokter, oh ja, de vorige keer heb je dit gehad, nou dan doen we deze. En kortom, die zaten jaarlijks een beetje aan de antibiotica. En die hebben daarmee hun immuunsystemen om zeep geholpen. Door het overvloedig gebruik van antibiotica. Ja, en dan is de boel kapot. En dan ga je dood. Als je in een samenleving de politie het werk uit handen neemt. Ja, dan. Dan kalft de politie af. Hè. Van de politie wordt gezegd, ja, jullie kunnen het toch niet. Nee, we nemen het even over met de automatische politie. Ja, dan heeft de politie niks meer te doen en dan oefent de politie niet meer. En ja, dan kan je voortaan altijd de rol van de politie overnemen. En aangezien dat laatste niet kan, ja, vervalt de samenleving en ja, is de samenleving het slachtoffer van elke crimineel. Want de politie is totaal verzwakt. Doordat de politie zijn werk niet mocht doen zelfstandig. Niet kon doen, omdat het overgenomen werd. Zo simpel zit het in elkaar. En dat is het gevaar van sodomie. En een ander ding van sodomie is dat het. Dan heb je die dingen met. Transgenderisme. Ja. Mensen die laten hun lichaam verbouwen. Dus een man wil dan een vrouw worden. Ja, slaat ook nergens op. Ja, wees nou eerlijk. Ook zie je trouwens dat er een ongelooflijke regenbui aankomt. Mooi zo. Heb ik straks lekker regen op mijn hoofd als ik boodschappen ga doen. Wordt lekker fris. Oh, nog even kijken. Ja, dat is toch heel gezellig. We hebben het over sodomie. En dat is lekker allemaal gezellig. Het homootje zijn. Kijk, wat wordt het zaterdag? Oh, maar 13 graden. Oei. En dan moet ik echt tegen Nientje Pientje zeggen dat ze warme kleren aan moet. Zal ze wel een moeten lachen. Die gekke papa van mij ook altijd. Nou, ik heb nog dat elektrieke kalkkacheltje van haar. Kan ik er nog wel bij zetten? Gaan we maar een keer elektriciteit verstoken. Maar mensen die hun lichaam gaan verbouwen, laten verbouwen. Nou, er zitten twee dingen aan. Hè. Je hebt, als je leven bepaald wordt,
door seksen, dat seks een hele grote rol speelt in je leven, dan ben je al niet zo lekker bezig. En hou er goed rekening mee dat het kijken naar porno, dat maakt het alleen maar erger. Dat kweekt allerlei beelden in je hoofd, daar zit je niet op te wachten. En dat is een vrije keuze die je maakt. Hè? Of je kijkt naar porno of niet. Ik wil porno niet verbieden, dat lijkt me al zinloos. Maar het is niet de... Het is niet gezond, geestelijk gesproken dan. Hè? En misschien moet je daar zelf achter zien te komen door er toch maar te gaan doen en te ontdekken dat het helemaal niet gezond is. Dan weet je het en dan hou je er ook mee op. Misschien dat je cursus porno kijken moet gaan volgen waarin je uitgelegd wordt van kijk, zo wordt porno gemaakt en... Dat je door de film heen kijkt, dat is het eigenlijk. En dan zie je dat het helemaal niks is. Het is totale onzin. Dat is het enige. Het ene aspect aan die seks. Aan die overgave tot seks. Ja. Het is een schijn die je beleeft. En elke vorm van schijn is niet goed. En aan de andere kant, als jij dan een vrouw wil zijn, daar is op zich helemaal niks mis mee. Want een vrouw heeft een bepaalde rol. En het kan heel goed zo zijn dat jij die rol wil. Mijn zwager... Ja, ik ben nog gescheiden van zijn zus, maar ik noem het nog steeds maar mijn zwager. Die vrouw in kwestie blijft. Ik noem het ook nooit mijn ex. Het is de moeder van mijn kind. Punt. Het is niet echt mijn vrouw in de zin dat het mijn type niet is, maar daar kwam ik later pas achter. Maar nu ik dat weet, is het niet mijn vrouw. Ik zou er als ik jou was ook niet mee gaan trouwen. Maar dat daar gelaten. Maar mijn zwager, daar gaat het even over. Die werkte toen als programmeur bij Capgemini of zo. En die zei, ja... Iedereen die daar programmeur was, hè? Iedereen die wil zo snel mogelijk manager worden. En hij dan ook. En dat hoorde niks zo aan. En ik denk, jeetje. Ja, ik was ook programmeur. Daar ben ik nog steeds van beroep. Wel ja, beroep. Het is mijn kunde. Ja, ik ben er heel goed in. Ik zou nooit manager willen worden. Ja, misschien nu ik wat ouder ben of zo. Nu ik wat ouder ben. Maar in die dagen, toen ik zo mijn zwager was toen, 40 of zo. En hij is dan iets jonger. Nee, hij was jonger nog. Want hij is meer dan 10 jaar jonger dan ik. Ja, precies. En ik was ergens in de 40. Dat was begin 30 of zo. En dan manager willen worden. En management is een beroep voor vrouwen. Dus de vrouw, als je als mens manager wil zijn, ja, dan is dat een uiting van je vrouwelijke aanwezigheid. En een man, ja, die, een man wil specialist zijn. Een man wil de beste zijn. Een man wil het werk zo snel mogelijk af hebben met de hoogst mogelijke kwaliteit.
zodat hij twee klussen op één dag kan doen. Dat is de man. Nou, die zwager van mij, die heeft dat niet. Dus manage. Nou, zo geeft hij toch toe aan zijn vrouwelijkheid. Je hebt vrouwelijke managers. Vrouwelijke mannen die managen. Ja, natuurlijk heb je die. Net als vrouwen, die managers allemaal in mooie kleertjes naar hun werk. Ja, ik als programmeur niet natuurlijk. Ik heb schone kleren aan, that's it. Maar niet de laatste mode, zo, ben jij mof. Ik heb wel een tijdje, zat ik veel in de verkoop en... ja, en dan had ik ook wel mooie kleren aan. Ja, dat was vanwege de verkoop. En als ik thuis kwam, gelijk hup, al die meuk uit. Dat waren mijn werkkleren. Dress to impress. Je wekt dan de indruk bij de klant dat jij ontzettend veel geld verdient. En dan denkt zo'n klant onbewust van... nou, dan zal het ook wel een heel goed product zijn, zeg, als die zulke dure kleren kan betalen. Dat is de truc die erachter zit. Terwijl als je zuinig bent op je mooie kleren... ik gaf dan iets van 3000 gulden per jaar uit aan kleren. Misschien iets meer. Maar per maand is dat dan niet zo heel veel, hè. De kosten kan je allemaal aftrekken. Nou, niet helemaal, maar... Hoe zo'n leaseauto, dat kost je... Ja, dat ging ook wel richting... ik had een leaseauto op een gegeven moment van meer dan 1000 gulden in de maand. Dus zeg maar een derde van de leaseauto. Dat waren de kleren. Huur van het kantoor kost je ook zoveel. Dus ja, dan heb je gewoon een budgetje erop voor de kleren. Dan lekker veel geld verdienen. Want iedereen denkt dat je stinkend rijk bent. Ja, dat is een truc. Maar de manager, ja, die hoeft helemaal geen dure kleren aan te trekken om zijn boel te managen. Maar dat doen ze dan meestal wel. Dat is die vrouwelijkheid, is dat. Dus er is niks mis mee met dat een man zich een vrouw voelt. Uitstekend. Die kunnen heel nuttig zijn in de maatschappij. En dingen in huis bijvoorbeeld. Ik heb toen mijn kind kwam, begon de moeder van mijn kind helemaal te piepen. Ja, nou, ik wilde wel dat de taken verdeeld worden. Moet jij ook? Daar had ik helemaal geen enkele moeite mee. Dus graag, top. Dus ik bracht het kind de helft van de tijd naar school. Of haalde het van school. De helft van de tijd. Ik zei dan wel tegen mijn kind. Van nou, toen ik op de kleuterschool zat. Mijn moeder heeft mij 1 keer gebracht. Van nou, hier is het. Dat was ongeveer 500 meter lopen of zo. Kilometer, nee. 500 meter aan kilometer, zoiets. Langs een drukke weg en ik moest ook nog straten oversteken en alles. Nou, zei mijn moeder, hier is het. Nou, aan het einde van de dag, toen ik de eerste dag kleuterschool had gehad, ben ik in mijn eentje teruggelopen en de volgende ochtend in mijn eentje naar de kleuterschool gegaan. En ik ben nooit naar school gebracht door mijn moeder. Vond ik ook helemaal niet erg. Dat registreerde ik niet eens. Ik was graag buiten en ja, ik wist waar het was. Ja, zei mijn dochter, maar dat waren andere tijden. Toen was het nog niet zo druk op straat. Ik denk, nou, dat is het eigenlijk niet. Want zij zat ook op een buurtschool. Dat was ook 500 meter. En ze moest dan wel geteld 2 straten oversteken. Ja. Nou, snorrie hoor, maar... Nou, zo druk waren die straten niet. Allemaal straten met 2 straten met verkeersdrempels en zo. Dus,
Ja. Maar ik bracht mijn dochter graag naar school en ik haalde haar graag van school. En dat met heel veel plezier. Ik stond door de week als eerste op en dan ontbijt maken. Ja, dat was leuk, man. Dat is echt heel gezellig. Dat is je vrouwelijke kant. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar dat heeft niks te maken met het hebben van een penis of niet. Ik had een nieuw kantoortje. Een heel leuk klein kamertje ergens bij, op een privéadres. Dat was goed genoeg. En er moest geschilderd worden. En ik haalde mijn dochter van school en ik zei tegen haar van kom, we gaan naar het nieuwe kantoortje. En ik moet daar schilderen en jij gaat ook schilderen. Dus oude kleren had ik voor haar meegenomen. En zei een pot en een kwast. En dan ga de plinten maar doen. Nou, zij op de knieën die plinten schilderen. En dan zei ze tegen mij. Dat was ze. 8 of zo. Nee, was ze jonger. 6 denk ik. 6 à 7. Zei ze tegen mij. Pap, dit is toch eigenlijk mannenwerk? Ik zeg, hoezo? Denk je dat mannen schilderen met hun penis? Ja, ik was een hele grappige vader. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Schilderen doe je met een kwast. En dan kunnen vrouwen kunnen ook een kwast vasthouden. Dus niet zeuren, doorschilderen. Die hele plint moet af. Dat mag toch, ja. Mijn kind die loopt, ja, ze heeft wel jurkjes of zo, maar daar zie ik haar nooit in. Altijd een broek aan. Tegenwoordig is het ook vrij normaal natuurlijk. Maar ze loopt ook nooit op hoge hakken. Erg plezierig. En make-up doet ze dan wel, maar... Nou ja, you can't win them all. Alle 13 goed. Maar het liefst had ik dat niet natuurlijk. Toch een beetje sodomietisch. Maar we zien het wel, wat er verder van komt. Maar mensen die hun lichaam laten verbouwen, van man tot vrouw bijvoorbeeld, daar heb je een gaatje in je hoofd. Dan ben je echt gestoord. Maar dat kan helemaal niet. Ja, je kan je penis laten amputeren, maar... Maar daar heb je mee gehad. Ik ken ook zo'n vrouw en die vindt het ook zo interessant om mij te vertellen dat zij biseksueel is. Ze doet het dus niet met bakstenen en kikvorsen en andere amfibieën. Maar ze is dan bi. Ja, ze is met transgenders. Dus een man met een geamputeerde penis. Ja, ze, die komen eerder klaar, maar ze krijgen niet echt een natte kut. Toen dacht ik... toen had ik allemaal gedachten in mijn hoofd. Ik heb er niet op gereageerd. Ik had ook moeilijk die vrouw, die toch ook volwassen is en die een dochter heeft van 16 op dat moment... Ja, niet alsnog uitleggen dat als een chirurg een gat boort tussen je twee dijen, dat dat daarmee automatisch dan een vagina wordt met alles erop en eraan. Ja. Zo'n bepaalde oppervlakkigheid die deel, ja, die bezit heeft genomen van het denken van zo'n persoon. Van, oh, de pik is eraf, er zit een gat in, oh, dan wordt dat gat natuurlijk ook nat, ja. Maar hoe dan? Je kan je voorstellen dat je dan bij zo'n mooie transgender operatie plus moet je dan nemen. En dan wordt er een soort... dan krijg je net zoiets als wat die mensen hebben met zo'n suikerziekte. Een soort van... niet een stoma. Maar dat je een gaatje hebt ergens in je buikwand. En daar kan je dan een spritz in doen. Een soort van injectiespuitachtig dingetje. En dan... Een spuitje daar glijmiddel in. Doe je weer een klein dopje gaat erop. Zo plop. En dan gaat de glijmiddel zo naar binnen toe. En dan komt het in een soort containertje.
En daar zit een motortje. En die kan ze een beetje knijpen. Ja. En dan moet je ergens anders nog iets van een knopje hebben. Om dan erop te drukken. En dan... Bzz, bzz, en dan wordt er van binnenuit een beetje glijmiddel in dat gat gedaan. Maar dat is dan transgender operatie plus. Dat moet je wel extra voor verzekerd zijn als je dat wil. En je moet het regelmatig bijvullen natuurlijk. En eens in de zoveel jaar moet je toch weer eventjes op controle. Dat er even gekeken wordt of het allemaal nog wel goed zit. Hè? Want ja, het is toch een mechanisch apparaat in een organisch geheel. En heb je de laatste tijd nog aan dingen gedaan zoals zweefvliegen en abseilen. En andere wilde sporten zoals wildwaterkanoën of zo. Ja, zit dat pompje nog wel helemaal correct. Want anders dan is het bzz, bzz, met me drukken en me drukken. En dan spuit dat glijmiddel gewoon in de buikholter. Ja, dat moeten we ook niet hebben. Ja, dan kan je een onderhoudsabonnement voor afsluiten. Zo. Ik neem ik aan hoor, dat het allemaal al lang kan. Heb ik al vaker gehoord. Dan zeg ik dingen en dan denk ik dat ik iets heel nieuws heb aan het verzinnen ben. En dan zeggen mensen, Perry jongen, dat bestaat al lang. Het heeft mijn tante Gerda, ja, die heette vroeger Gerrit. Maar die heeft het al laten doen en dat was eind jaren 90 jongen. Tante Gerda heeft dat al heel lang. En soms, ja, dat is wel vervelend. Dan zijn er van die kleine rotkinderen. En die weten waar het knopje zit van tante Gerda. Die drukken daar zo op, want dan horen ze dat motortje lopen. Tante Gerda, die hoort het inmiddels niet meer. Want haar horige dingen is dan een heel stuk minder geworden. En die kinderen drukken op dat knopje. En dan, bzz, 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 en dan zit tante Gerda dus met een natte onderbroek. Hè. En die kinderen lachen. Tante Gerda heeft in haar broek geplast. Nou, en Gerrit, sorry, en tante Gerda, die baalt er dan wel van. Is er nog langs geweest, dat ze kan ook dus de transgender plus plus pakket, plus plus X heet dat dan, van plus plus extra. Dan heb je dus nog een knopje en dan kan je dus dat ene knopje waarmee je dat glijmiddel erin laat spuiten. Dan kan je dat knopje kan je kort sluiten. Dus als er dan mee gespeeld wordt, dan... Je hebt ook nog de plus plus XX extra. En dan moet je een bepaalde code op de knopje doen. Net als een soort morsecode. Dan doe je SSOS of zo. En alleen als die goede code erin gedrukt wordt, dan gaat het motortje lopen. Ja. Maar ja, op haar leeftijd om nog een keer zo ingewikkeld. En tante Gerda, dus die heeft gezegd, nou dat doe ik niet hoor. En die rotkinderen moeten gewoon van een knopje afblijven. Nee, sodomie, dat is helemaal niks niet. En dat gaat ook nooit wat worden. En het woord sodomie, dat komt uit de Bijbel, by the way. Even voor het gemak, ja, voor het gemak. Voor de seriositeit pak ik het er even bij. Hè. Sodom... Kijk hoe snel Google ermee komt. Ja, Sodom en Gomorra, dat had hij al. Genesis 18 en 19. Interessant hoor. Sodom en Gomorra waren twee mythische steden in Genesis 18 en 19 in de Hebreeuwse Bijbel. Sodom en Gomorra lagen in de waterrijke Jordaanvallei en behoorden tot een pentapolis. Penta is Grieks en polis ook. Penta betekent vijf en polis betekent stad. Een verbond van vijf steden, samen met de steden Adama, Seboim en Bela. Er is geen archeologisch bewijs dat deze steden daadwerkelijk hebben bestaan. Ja, in het geval van Sodom en Gomorra is dat ook logisch. Want die twee steden zijn met de grond gelijk gemaakt.
even kijken hoor. Even, dit is wel een leuk stukje. Sodom en Gomorra waren berucht vanwege de slechtheid van de inwoners en werden daarom door God verwoest. In de Koran wordt grotendeels dezelfde beschrijving van de steden en de gebeurtenissen gegeven. Oh, dat wist ik niet. De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie, een uitdrukking voor zondige, verboden seksuele contacten. Sodomie is daarom ook een aanduiding van homoseksualiteit. In de Hebreeuwse Bijbel, dat is mijn Oude Testament dus, hè? In de Hebreeuwse Bijbel wordt Sodom echter geen agressieve homoseksualiteit verweten, maar ongastvrijheid, mishandeling van armen, echtbreuk en liegen. Maar echtbreuk slaat op fornication, seks buiten natuurlijk. Oh ja, een Lot die woonde in Sodom. En dat was een neef van Abraham. Ja, prachtig verhaal. En ik kan het dus vanuit de werkelijkheid die ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik heb ook veel meegemaakt met seks en toestanden. Seks binnen het huwelijk is al ingewikkeld genoeg. Om het leuk te houden. En zo gauw het te maken krijgt met seks buiten het huwelijk, is het feest helemaal voorbij. Fornication heet het op zijn Engels. Echtbreuk, zeggen wij op zijn Nederlands. Dus je hebt een vaste relatie en daarbinnen ja, kan je dus van alles doen. Lekker samen koken, samen naar de sauna, voetenmassage. En allemaal leuke dingen doen. Achterstevoren, onderstboven. Wil kopen een exemplaar van de Kama Sutra en kijken hoeveel standjes je kan. Iedere week een ander standje. Nou, dan ben je toch. Hoeveel standjes staan er in de Kama Sutra? Weet je dat? Kom, ik geef je 10 seconden. Dat is echt heel makkelijk. Dat is super eenvoudig. Ik zal je op weg helpen. Hoeveel fasen staan er in de I Ching? Ja, als je het nog niet weet, oké. Kijk, 2 keer 2. Dat is 2 tot de macht 2. Hè? Dat is 4. 2 keer 2 is 4. 2 keer 3 is 8. 2 keer 4 is 16. 2 keer 5 is 32. 2 keer 6. Seks, seks, op z'n Duits, sags. 2 keer seks is 2 tot de macht 6, moet je zeggen. Dat is 64. Dus je hebt 64 standjes in de Kama Sutra. Op het schaakbord heb je ook 64 vlakken. By the way, wit tegen zwart. Er is niks mis met seks, maar het is geen doel in je leven. Ja. Het is leuk als het leuk is. En daarvoor heb je als eerste nodig een goede relatie. Een relatie met wederzijds respect. Mekaar de ruimte geven. Daar gaat het om in het leven. Dat is belangrijk. En de rest is bijzaak. Waaronder seks. Het is een bijzaak. Het allerleukste aan seks is dat je er kinderen van kan krijgen. En die moet je dan, als je er kinderen van krijgt, dan bang man. Kinderen zijn het allerleukste in je leven. Voor mij dan, hè, persoonlijk geschreven. Door mij persoonlijk opgetekend, moet ik zeggen.
kan mij geen groter ding voorstellen wat meer positiviteit in mijn leven heeft gebracht dan het verantwoordelijk zijn voor zo'n klein hummeltje. Die dan inmiddels net zo groot is als ik. Een eigenwijs jongen. Denkt die bitch wel niet. Nee, daar ben ik hartstikke blij mee natuurlijk. Ik weet nog dat ze 12 was. En die scheiding was er. En had ze het heel moeilijk mee. En ik ook. Maar goed, dat mocht ik niet laten blijken. Aan haar kon ik het zien, hè, dat ze het daar moeilijk mee had. En dan sliep ze bij mij. En ze heeft een eigen kamer. Het was nog steeds haar kamer, alleen ze slaapt er niet meer. Ja, de kind woont op kamers, dus dan moet ze bij de oude vader. Hè? Maar toen had ze nog die kamer echt in gebruik. Met allemaal, nou, is echt zo'n meisjeskamer met allemaal fotootjes van die boys, bands. Zo. Ze was helemaal into Aziatische bands. Ja. Nou, dat vond ik allemaal best. Donald Duck vond ze ook erg leuk. De Smurfen. Maar heel lang is ze heel kinds gebleven. Vond ik hartstikke leuk. Nou, toen was ze 12 en toen zei ze: pap, mag ik bij jou op de kamer komen slapen? Op de bank. Want ik heb zo'n lekkere bank, kan je goed slapen. Toen zei ik tegen haar: nee, dat vind ik niet goed. Oh, waarom niet? Ik zei: nou, je hebt een eigen kamer, je hebt een eigen bed. Daar ga je maar lekker slapen. Dat vind ik. Maar, zei ik, je bent nu 12. En ik vind dat je het zelf mag bepalen. Oh, zei ze, ja, als ik het zelf mag bepalen, dan wil ik hier op de bank slapen. Ik zei, nou, dan moet je dat doen. Oh, zei ze, dus je vindt het goed? Ik zei, nee, ik vind het helemaal niet goed. Ik vind dat jij in je eigen bed moet slapen. Nou, dat duurde even voordat het kwartje viel. Het was een beetje een gehakketak heen en weer. Dat ze erachter kwam dat ik het niet goed vond, wat zij zou gaan doen. Maar ze was oud genoeg om zelf te kiezen. En toen snapte ze het. Toen begreep ze ook dat ik niet zou helpen om de kussen te pakken en de dekbed te pakken. Dat pakte ze allemaal zelf en ze ging zelf pyjama aantrekken. En daar hoef ik natuurlijk niet mee te helpen. En toen ging ze lekker op de bank liggen slapen. Oh, een kind opvoeden is zo leuk. Dus, ja, daar kan er helemaal stil van worden. Ik zou er een aparte uitzending over kunnen houden. En dat is dus het positieve aan seks. Misschien dat ik gewoon de titel van deze uitzending dan maar maak. Sodomie. En het positieve aan seks. Seks. En seks. Ja, zoiets. Want seks, dat verkoopt. Ja. Ik hoop dat dit een leuke uitzending was. Ik heb geen sodomiet beledigd, naar mijn weten. Ja. Ik heb mij uitgesproken over dat sodomie in de regel niks oplevert, niet op termijn. Ja. Maar ik ben nu bijna 60 en mijn dochter is 19. En dat is positief. En dat zal mij, het wordt alleen maar, ik kijk alleen maar met meer verwondering naar dat wezen. Wat mijn dochter is. En ik ga zaterdag ga ik lekker met haar schaken. Lekker een spelletje spelen. Als ik een beetje mazzel heb met de poen, dan ze krijgt nog geld van mij. Ja, niet dat ik van haar geleend heb, maar iets met de studiebeurstoestanden. Den Haag, die betaalt niet alles. Snap ik ook niet, want ik ben zo arm als een kerkraad. Maar
Maar daar mag zo'n meisje toch geen last van hebben. Dus ik ga er wat over maken. Ze krijgt ze dan. Nou, ik zoek er wel wat leuks uit voor haar. Zoals ze geinig vinden dat de oude vader nog aan de denkt. Dat kind een goede slinger geven tegen de grote boze maatschappijen. Ze ontwikkelt zich goed. Ze moet er wat meer, ja, ik denk iets meer kloten krijgen, denk ik. Ah, dat komt wel. Daar gaat papa wel voor zorgen. Hé, hey, hartstikke bedankt jullie dan, hè, voor het luisteren naar sodomie en het positieve aan seks, seks en seks. 3 keer 6 is 9. Zo zei Pippi Langkous dat. Hè? Nee, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En ik hoop dat ik een beetje die angel eruit getrokken heb. Dat ik als bijbelgelovende christen niets moet hebben van sodomie. Ook echt helemaal niets. En dat ik niet ben blijven steken in al die negatieve voorbeelden die ik allemaal ken. Al die gevallen die slecht afgelopen zijn. Al die verbroken relaties, al die toestanden, al dat gegooien met servies en poen die platen is. Dat allemaal niet. He? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.